Hey, vuurvrienden, moet je kijken. Wajow, ik heb een hele nieuwe barbecue. Nieuw, ik heb er eigenlijk €125 voor betaald om op te mogen knappen. Ja, de lak was vergaan en de kleur was niet mooi. Daarom wilde ik meteen terug naar het eiken. Oh, lekker een beetje slaapkop. Ja, moet je kijken, die wielen zaten nu vast en dat ziet er toch ook niet uit. Dus die vervangen we eerst maar eens even voor een mooie dikke stalen wielen en schilderen we het onderstel helemaal zwart. En de rookafvoer was ook zo'n raar gammel ding, dus daar heb ik meteen een nieuwe voor laten maken. Dan is nu het eiken allemaal kaal en het ijzer allemaal zwart geschilderd. En om het eiken een beetje te beschermen en te zorgen dat er geen vlekken in komen, smeer ik hem dus rondom in de gekookte lijnolie. Je sop hem gewoon rondom er helemaal in en poets hem na met een doekie. Nou, als je dat helemaal gedaan hebt, is je dus vrijwel helemaal klaar en kun je hem afmonteren. Daarom doe ik nu ook mijn topvent erop. Dan gaan we gelijk even naar de binnenkant kijken, want daar heb ik een nieuwe rooster in gemaakt. En die is een beetje te smal, zodat ik hem mooi mijn houtskool bij kan vullen. En hij is rondom heel bekleed met ijzer, dus dat is helemaal perfect voor een goede barbecue.